welkom bij Topnames. De gast vanavond is Ronald van der Aart. Hij schreef het boek Veel omgaan met kritiek op internet. En je bent van online PR-bureau Rap Man. Ja, even het boek in beeld. Want het onderwerp is omgaan met kritiek op internet. Waarom vond jij het belangrijk dat dit boek er kwam? Omdat het heel makkelijk eigenlijk, omdat het er nog niet is. Je ziet heel veel sociale media boeken verschijnen. En daar is altijd wel ergens een hoofdstuk of een paragraaf wat gaat over webcare of over online reputatiemanagement. Het wordt aangeraakt, maar er is nergens een boek nog geschreven in Nederland wat dit als hoofdonderwerp heeft. Door internet, maar ook door sociale media, is alles inzichtelijk voor iedereen op ieder moment van de dag. Voor consumenten of burgers is dat een zegen. En bedrijven zullen eraan moeten wennen. En je ziet dat een aantal bedrijven dat op dit moment al uitstekend doen. Met vallen opstaan en met hun eigen leercurve. Maar een aantal bedrijven zijn er nog helemaal niet mee bezig. Of vinden het nog steeds eng, hebben er nog steeds weerstand tegen. En hebben nog steeds het gevoel dat als ze maar niet op internet kijken wat er over hun geschreven wordt, dan is het er ook niet. Totdat ze merken dat klanten weglopen. Of dat klanten met een mobiele telefoon in de winkel staan en de prijzen bij de buren even vergelijken met de prijzen bij hun. Op het moment dat je structureel je dienstverlening niet op orde bent, ja, dan kun je met online reputatiemanagement misschien tijdelijk iets betekenen, maar dat is niet geloofwaardig. En we kunnen wel heel hard roepen met z'n allen via Twitter, we zijn zo goed. Maar als je dag in, dag uit niet bereikbaar bent enzovoort, dan ga je niet redden daarmee. Dan is het effect daarvan eigenlijk nihil en ben je binnen de kortst mogelijke tijd niet geloofwaardig. Daarom maak ik in dit hoofdstuk ook een onderscheid tussen webcare aan de ene kant voor het oplossen van allerlei vragen en klachten van klanten en burgers. En aan de andere kant schets ik een stappenplan voor online reputatiemanagement waarbij bedrijven zich kunnen voorbereiden. En al wat ik dan noem reputatievet op het bot kunnen kweken. Zodat ze bij een eventuele crisis of reputatiedingetje wel wat weerstand of er wel wat tegen kunnen. Ik wil bedrijven adviseren om actief te worden in relevante netwerken. Om ook als het goed gaat in dialoog te zijn met klanten. Daar misschien ook wel een platform voor te creëren of juist klanten daar op te zoeken waar klanten zelf actief zijn. Ik adviseer hierin om inderdaad met een contentstrategie klanten aan je te binden. Maar dan niet meteen met de aanbieding van de week. Dat is wel heel erg makkelijk. Ik schets in het boek communicatie 1.0 als de injectienaaldtheorie van weleer. Je hebt een boodschap en een zender. En als je de ontvanger van die boodschap maar hard genoeg injecteert met jouw boodschap, dan gaat hij denken of doen wat jij wilt dat hij gaat denken of doen. En daarna kwam communicatie 2.0, waarbij de rol van zender en ontvanger wat ging verwisselen, waarbij de zender ontvanger werd en de ontvanger zender. En er was wat meer symmetrie in de communicatie, er was ook wat meer gelijkheid. En wat ik nu zie is communicatie 3.0, waarbij er helemaal geen sprake meer is van B2B communicatie of B2C communicatie. Het gaat veel meer over C2C of noem het maar consumer to consumer of citizen to citizen. En wij als bedrijven in het algemeen, staan erbij, kijken ernaar en mogen niet meedoen. Tenzij we iets relevants weten te melden. Ieder webcare team wat ik train, leer ik dat iedere klant gelijk is. Maar tegelijkertijd leer ik om een klacht te analyseren. Wat is de specifieke aard van de klacht, voordat je reageert? Wie is de afzender? Wat voor persoon is dat? En ja, daar komt ook de vraag bij, hoe well connected is die persoon? Wanneer slaat webcare door? Ik denk dat het door zou slaan op het moment dat je de principes die je met elkaar in het bedrijf hebt afgesproken, of de manier waarop je zaken doet, dat je die gaat verlaten om maar een klant te pamperen. Als jullie met webcare wel binnen een kwartier kunnen reageren op een tweet en mijn probleem kunnen oplossen, waarom kan je dat aan de telefoon niet en waarom kan je dat met de e-mail niet? Dus webcare heeft er inmiddels toe geleid dat bedrijven merken, voelen, dat de lat hoger is komen te liggen. Inmiddels de grote bedrijven in Nederland actief bezig zijn met webcare, daarin groeien, leren. Dat zijn nog steeds aparte teams. Ik denk dat de eerstvolgende stap is dat dat soort teams verdwijnen en opgaan in de brede communicatie of in de brede customer care afdeling. In toenemende mate mensen een beroep doen op webcare. Webcare teams zijn bekend. Het verschijnsel webcare is bekend. Twee, iedereen loopt met een smartphone op zak.
En iedereen kan op ieder moment, waar die ook staat, in welke winkel ook, of binnen welke sociale context die op dat moment opereert, een vraag stellen aan een bedrijf. En dat is echt heel snel gedaan. En je ziet nog steeds de activiteit via sociale media toenemen. Dus nog steeds meer mensen stappen in en gaan aan de slag met Webcare concreet.